Hoe gaat het hier? Blondie was wild. Oké. Ik ging erop en ze trok heel de kont samen. En ze wou eigenlijk niet echt stappen. Oké. Ik wist niet zo goed wat ik aan moest. Ik ben er afgestapt, naast gelopen. Mama gebeld, mama help. Toen ben ik er weer opgegaan. Ze ja, je moet doorlopen. En toen ging het wel weer, maar het was wel dat ik even dacht van, wat is dit? Ja, het kunnen natuurlijk een aantal dingen zijn. Je hoopt dat het door de kou een beetje frissigheid is. Het kan natuurlijk ook zijn dat er in alles nu natuurlijk een soort zenuwbanen vrij zijn geworden, waardoor er extra gelegenheid is voor gewoon, gewoon doorheen stappen. Ja. Kan dan misschien net een beetje, want het heeft ze alleen die dag gedaan? Deze had vandaag ook? Dit is net. Oh, dit is net. Oh ja. Oh ja, nou daarnaast eigenlijk over. Dit is vaak doen paarden dit die dan inderdaad of een beetje fris zijn, dat ze niet zo goed weten waar ze naartoe moeten. Of paarden die een beetje gevoelig op het zadel of op de singel zijn. Of als ze niet zadelmak zijn, zeg maar. Ja. Maar die kunnen we wegstrepen. Zo, nou toppie, lekker aan de gang. Had je van de week nog gereden? Nee, want ik wou eigenlijk heel graag alleen met jou rijden. Omdat ik bang was dat ik anders iets weer klem zou zitten. En dan dat is goed. Dus dan heb je gelongeerd en aan de hand gewerkt? Ja. Goed zo. Heel goed. De losse ga je het meteen vanuit je schouder aangeven, hè? Goed zo. En dan ga je zo hier lekkerder een beetje losmaken. Door de volte wat in te sturen, wat naar buiten te wijken. Daarna weer wat naar voren te stappen. En ze mag als het lukt ietsje zakken naar beneden. Dus denk heel erg in je losmaken aan de voorkant. Niet en ik wil de neus naar me toe, maar ze mag een beetje lager. Ze mag een beetje over die onderhals heen, hè? Weer over die bal heen. Heel goed, heel goed. En niet omdat je daar sterk of krachtig bent, maar omdat je aangeeft. Let wel heel goed op dat je met je kuit het achterbeen naar voren blijft begeleiden. Zo, duim goed bovenop houden. Hier ook. Ja, draaf maar even lekker naar voren. Draaf maar even lekker naar voren. Zo. Dat je wel alles doet met de voorwaartse drang. Zo. Dus zelfs al ga je langzamer, wil je wel het idee houden dat ze naar voren wil. Dus als je merkt dat het aan de voorkant wat strak blijft, kijk dan wel of er achter genoeg energie is. Ja. Als zij natuurlijk voor strak is en achter strak, ja, ergens moet het beginnen. Oh. Dus zoek het eerst vanuit de energie achterop, dat je daar weer meer energie en beweging in het lijf krijgt. Dat ze daaruit weer in staat is om die hals soepel te houden. Ja. Goed zo. Goed zo, doe je even gewoon lekker helemaal lange teugel. Dat ze even zelf mag weten hoe ze de hals houdt. Nog iets meer naar voren. En maak je er niet om druk dat hij los moet laten aan links, hè? Zo, maak je er druk om dat hij ook verbinding aan rechts heeft. Ja, rij dan naar voren. Laat juist links een keer wat soepeler. Daar, daar. Want je probleem zit niet op dat hij los moet laten aan links. Je zit juist dat je wat stabielere verbinding op rechts wil. Ja. Maar als dit natuurlijk strak blijft om te zorgen dat we geen pijn hebben, ja, dan is alles boem op het voorbeen. En blijft de voorbenen strak. Ja. Goed hoor, goed gereden. Wat is met Blondie handig om te doen? Even kijken. Morgen heb je Anneloes. Ja. Wat heb je gisteren gedaan? Gelongeerd aan de bijzetjes. Ja, dan zou ik er maandag vrijgeven. Ja. Dinsdag aan de lunchen. Ja, is goed. Woensdag. Ja. Ik ben woensdag 14:30 uit. Dan ben ik 3 uur thuis, half 4 op stal. Kan ik vanaf 4 uur lezen. Kunnen we vanaf 4 uur. Ja. Het is vandaag. Zondag, volgens mij, ja. Ergens samen met Blondie en met Rick. Rick en ik zijn de video aan het nakijken. Maar ondertussen, ik dacht, ik moet filmen. Dus ik ga gelijk even filmen. Vandaag heb ik clinic met Blondie en Ivy bij Anneloes. Mama die heeft net een booster gehad. Dus die is naar huis gegaan en die komt weer terug voor Blondie, haar clinic. En als ze zich niet goed voelt, dan film ik ze allebei zelf. Zet je die op de bakrand en dan moet het ook wel goed komen. En Anders is voor werken aan de hand. En dat hebben we dan 3 kwartier met z'n allebei. View. Helemaal mooie view. benen gewassen, beklinic, kabam. Mag nou niet meer. Nou. Wil je dit nog maken? Nee, ik ben hartstikke goed. Ik ben er weer blij mee. We hebben weer wat dingen gekregen waar we weer verder mee kunnen. Dus dat wordt weer veel werken aan de hand staan in de tijd. Het is vandaag dinsdag. Vandaag hadden we geen school, want ja. Oh ja, de groep 8 jochies. En meisjes. We gingen kijken naar onze school. Kom. Ik weet niet hoe zo'n dag heet. Te lang geleden. Oh, 2 jaar geleden ging ik daar naar kijken. Oh ja, de tijd gaat snel. Ik weet mijn allereerste schooldag nog wel. Jullie gaan vanaf 1 of 7 februari ga je beter beeldmateriaal krijgen. Want deze meid heeft een verjaardagscadeautje voor zichzelf gekocht. Ik heb de iPhone 13 Pro gekocht. Vandaag doe ik Ivy en Blondie even longiseren. En dan morgen ga ik Blondie rijden en heeft Ivy vrij. Oh, zo wild. Welkom bij Lockdown. Ik zit met mijn klas in quarantaine. Ik ben niet in de buurt bij iemand geweest toen, Thury. Ik heb ook allemaal zelftest gedaan. Allemaal negatief. Vandaag is het woensdag. Vanmorgen begonnen met sportschool, toen online les. Online les ging wel goed. Ik had weer helemaal die vibe te pakken. Zo, dat was ook hè. Ik was croissantjes aan het maken. Toen waren we bezig met Engels en moesten opdrachten invullen. En ik had ze gewoon allemaal goed. Auw. Vandaag heb ik les gehad samen met Blondie. Dat ging echt heel erg goed. Het was ondertussen manegeles en mama die voelde zich niet zo lekker. Dus die is naar huis toe gegaan. Dus ik heb het niet kunnen filmen. Ik wou eigenlijk de camera aanzetten, maar dat was manegeles en dat is niet handig. En aankomende zaterdag komt er iets heel erg leuks. Ik ga jullie nog niet vertellen wat. Maar ik kan jullie wel vertellen dat het echt heel erg leuk is. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. En dan komt... Dat heb ik jullie al verteld dat mijn telefoon komt, ja. Ja, en daarna heb ik Rick toegebeld, ja. Maar die komt op de 31ste of de 7e binnen. Dus 31 januari of 7 februari. Oké, ik sta in de trailer. Ze denken, Tessa, waarom sta je in de trailer? Nou kijk hè, hier ben ik dus alleen. Ze denken, dus wat is de matter? Ik ga zo niet gestoord worden. Kijk, ik doe dan gewoon lekker deze handjes doen. En dan buiten hoort niemand mij. Want ik heb vroeger met Lisa, met andere vriendinnetjes, bij middel, ging dan aan de trailer zitten, ging ik heel veel geluid maken en dan kijken tot wanneer je het buiten zou horen. Dus buiten hoor je dit gewoon niet. Want dat zit dicht, alles is helemaal dicht. Eén kan me van het binnenaf niet zien, ik kan wel iedereen kijken. Oh, dat vroeger ook op middel. Dan ging ik hierop zitten zo. En dan ging ik naar iedereen toe kijken. Ja. Ja, dat vond ik wel grappig om te doen. Niet dat er zo vaak mensen bij kwamen, het was wel grappig. Iedereen wist dat ik hier zat. Maar, nou ja, veel mensen wisten dat ik hier zat. Maar ja. Ik zit dus over na te denken om hier een soort tiny room te bouwen. Want we hebben hier wel dates mee en zo. Ik weet niet wat deze week hier doen. Nee, dus. En daar ligt ook nog de therapie denk ik van Ivy. Maar die had ik. Maar die had ik daar neergelegd omdat het koud is hier en ik ging hier gewoon zitten. Ja. Ik heb met Rick gebeld. Ik ga ook editen. Hij heeft me nu geleerd hoe ik makkelijk kan editen. Dus dat ga ik dan ook doen. Want ik had echt een geweldig idee over video's. Maar dat kost kapot veel tijd. Dus ja. Ik kijk nu steeds omhoog. Ik moet eigenlijk in de lens kijken, maar dat is een beetje raar. Want ik kijk zo echt die zoom in. Maar ja. Ik ga nu even luncheren en dan ben ik zo bij jullie terug.